Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Dit is eindelijk de kerstaflevering. Een beetje jaarlijkse traditie om mijn baan op te bouwen zo tussen kerst en nieuwjaar. Dit is de laatste keer dat ik dit doe, want volgend jaar hoop ik dat ik een meer permanente baan heb waar ik dingen op kan laten rijden. Dus het gaat een druk jaar worden met verhuizing en verbouwing. Dus ik verwacht wel wat minder afleveringen. Maar het eindresultaat zal in ieder geval zijn wat regelmatigere updates en meer dan alleen maar locomotieven. Dus het wordt een spannende tijd. Ik heb in ieder geval nu één locomotief klaarstaan. Hiermee ben ik begin dit jaar begonnen. Dat is een kapotte Roco, wat is het, een 43341. Lang nummer. Deze had een probleem met de overbrenging van stroom. En heb ik ook als defect gekocht. Maar nadat ik een aantal draden vervangen heb, als ik het goed herinner, deed hij het weer redelijk. Ik ga eens kijken of dat hij wil rijden. Ik heb hem neergezet. Hij heeft al een rondje gereden. Alleen hij heeft wat opstartproblemen, merkte ik. Eens kijken. Er hangen twee wagons aan van de MS, dat zijn slaaprijtuigen. Dat zijn de slaaprijtuigen die de MS heeft gebruikt, heeft gebouwd in 1969. En ze hebben niet heel lang dienst gedaan, want uiteindelijk is de MS overgestapt op rijtuigen van de Deutsche Bahn. Ik zie dat ik wat moeite heb met de verlichting. Maar dit is het beste wat ik zo ervan kan maken. Deze locomotief heeft nog als probleem dat hij nu achteruit rijdt volgens de decoder. Maar als ik hem vooruit laat rijden, gaat hij dus in het echt achteruit. En de wagons willen nog wel eens loslaten. Want ik rijd nog steeds op oude Lima rails. En deze ligt ook nog eens los. Glijdt niet zo goed, dus niet het beste demonstratiemateriaal. De volgende is de Lima 1220. Hier zit een CD-motor in plaats van de standaard Lima motor. En de verlichting hiervan is onderhanden genomen. Ik gebruik nu LED-verlichting. Je kan wisselen tussen zoals hij nu rijdt, met wit licht en rood licht. Hij zit maar aan één kant, omdat ik deze eigenlijk altijd vooraan een trein wil laten rijden. En eigenlijk geen noodzaak zie om dan verlichting te hebben aan de kant van waar de wagons hangen. Als ik hem nu eens kijk. Zou stoppen en achteruit zou laten rijden. Ik moet hem vrij hard laten rijden, want de stroompick-up is niet al te goed. Maar hopelijk is dat te zien. Dus iets niet helemaal goed met hem. Maar hij had net even rood licht. Heel lang geleden heb ik een NMBS-locomotief gedigitaliseerd met een eigen motor. Het heeft een tijd geduurd voordat hij echt goed liep. En, hij staat nog steeds een beetje scheef op de baan. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat een van de stroomopnemers op de wielen niet helemaal in orde was. Samen met de drie wagons die ik erbij heb en nog een analoge versie van dezelfde locomotief, heb ik een die drie heb ik erbij gekocht. De analoge ligt natuurlijk onderin. Die heb ik hier niet draaien. Maar daarmee rijdt hij nu rondjes. Er is nog een extra rijtuig wat op tafel staat. Die heeft alleen een probleem dat de wielen aanlopen tegen het frame aan. Dus dat probeer ik op te lossen door de wielen wat hoger te plaatsen. Zodat hij ook door de bochten heen kan.
helemaal geen herrie dat dat ding maakt. Ik heb ook nog in de wachtrij staan, maar ik weet niet of die het wil doen. Een van mijn weinige Fleischmanns. Jawel. Dit is een Fleischmann 1220. Die gewoon met twee wagonnetjes een rondje rijdt. Die heeft nog de oude driepuntsverlichting. Die driepuntsverlichting die werd gevoerd voordat in het middenpunt een verlichting bijgemaakt is in deze locomotieven. Dit is een oude pannenkoekmotor die het verbazingwekkend goed doet. Hij kan redelijk hard. Hij maakt wel wat minder herrie dan de Lima variant, moet ik zeggen. Het is een ontzettend zware lok. Hij heeft ook met zijn gewicht lekker wat momentum mee, mocht hij op een wissel even geen stroom hebben. Ik heb ook ontzettend hard gewerkt aan mijn Lilliput NS6400 locomotief. Maar ja, de 6411. En dit is een gevalletje. Hij leek het goed te doen op de werkbank. Maar in het echt maakt hij een heleboel geluid en gaat hij nergens heen. Het lijkt erop dat het ontbreken van een van de antislipbanden en het waarschijnlijk versleten zijn van een andere nogal wat invloed heeft op deze locomotief. Dus hij kan mooi zijn verlichting wisselen. En dat is hopelijk nog een beetje te zien. Jawel. Maar echt rijden, dat kan hij niet. Ik heb nog een andere. Die een andere 6400 waar ik hard aan gewerkt heb. Maar daarin zit nog geen decoder. Die heeft wel antislipbanden. Alleen de decoder die daarin moet is dusdanig klein dat ik daar een vrij specifieke decoder voor moet gaan vinden. Dus die, als ik die hier op de baan zet, gaat die alleen maar zoomen. Dat komt omdat dit een digitale baan is en hij nu niet analoog zit. Dus helaas, die kan ik ook niet laten zien. Behalve dan dat hij het niet doet. Het werd gisteren al snel te donker om nog verder te filmen. Het is inmiddels de volgende dag en ik heb mijn Lima DE13 Shortlines rijden. Ik heb twee van deze Lima's gehad en de vorige die ik had miste een boel onderdelen en was erg beschadigd. Maar ik vond het een mooie lok om naar te kijken en hij heeft in Nederland gereden. Dus toen ik hem later tegenkwam met zijn bijbehorende aanhangers heb ik er eentje gehaald. Deze is gedigitaliseerd. Ik kan me niet meer herinneren of ik de lamp heb vervangen. Ik denk het niet. En rijdt heel rustig zo'n rondje. Het grootste probleem wat ik merk als ik ermee rijd is dat ik de motorafstelling niet goed heb gedaan. Dus dat die tot en met de 60% bijna niks doet. En tussen de 60 en de 40 als een raket er vandoor stoot. Dus ik vermoed dat ik de curve van motorbelasting en motorvoltage verkeerd in heb gesteld, dus die zou ik nog aan moeten passen. Inmiddels, nou, als je dat weet, is het een kwestie van gematigde gas geven in de hogere regionen. En dan doet hij het best goed. De koppelingen die erbij komen zijn wel net iets te kort voor die binnenbocht, dus die heb ik tussen de locomotief en de eerste wagon vervangen. Anders dan ontspoort hij constant. Zo, en die moet nog even gesmeerd worden. Dit is de Pico Mat 54. Deze had een afgebroken koppeling en hij had wat moeite met opstarten. Sowieso stond hij niet in mijn
in mijn register, dus ik wist niet eens op welk, op welk adres het die zat. Ik heb hem even op moeten zoeken met mijn rollenbank. Uiteindelijk was dat een kabel vervangen en een connector vervangen tussen de twee wagons. En als ik hem zo nu hoor, moet er ook nog wel ergens wat smeerolie in. Hij had heel erg veel moeite met opstarten, want het leek alsof hij geen contact maakte met de rails. Ik heb hem een paar rondjes warm laten lopen en nu gaat het prima. Ik ben hem ook langzaam wat rustiger aan het laten rijden. En na wat opstartproblemen doet hij het best goed. Ik zie alleen dat in het achterste treinstel de rode sluitverlichting het niet doet. Ik kan eens kijken wat er gebeurt als ik hem de andere kant op laat rijden dadelijk, of dat hij daar wel überhaupt verlichting heeft. Met zijn getype en gekraak. Zo. Ah, hij remt wel lekker langzaam af. Ik zie dat aan de ene kant de verlichting rood is, maar dat aan de andere bak dat er niet heel veel brandt. Dus ik denk dat er nog een kabel niet goed zit. Misschien toch niet goed gemonteerd gehad. Dat is jammer. Ik had gehoopt dat deze helemaal goed zou zijn. De oplettende kijker had misschien gezien dat er nog een mat 54 op tafel staat. Of twee eigenlijk, maar nog eentje van Pico. En dat is precies hetzelfde, alleen deze is nog niet gedigitaliseerd. Er zit in ieder geval geen decoder in. Ik heb daar even het dummy wagenstel van gepakt en die laat ook geen verlichting zien. Dus ik heb een fout gemaakt met het aansluiten van de bekabeling van de nieuwe connector. Een project dat niet geslaagd is, van niet zo heel lang geleden, is de mat 54. Ik heb tussen elk van de wagenstellen een koppeling gemaakt. En daarmee ben ik uitgegaan van de groene variant van die mat 54. Die zitten veel dichter tegen elkaar dan degene in de nieuwere jaren 70 en S kleuren. Dus ik kan de connectoren helemaal niet verbinden. Dus ik heb aan de voorkant keurig netjes mijn front- en sluitverlichting. Maar aan de achterkant heb ik dus helemaal niets. En ik heb een heel aantal loshangende connectoren. Nou heb ik niet zo heel veel verbouwd aan al die wagons om die connectoren erin te zetten. Dus ik ga even kijken wat ik ermee doe. Misschien haal ik ze eruit of misschien verleng ik ze. Maar dat ga ik pas doen op het moment dat ik echt een baan heb. Een ander punt wat ik merk is... Zo, rust. Hij heeft wat moeite met op gaan komen. Maar hier zie je in ieder geval de rode sluitverlichting bovenaan zitten. En tot daar. En daarna is hij zijn stroom verloren.